Hier wordt gegierd. De mest, de poep van varkens of koeien wordt uitgereden, wordt geïnjecteerd in het land. Maar waarom doen ze dat? De reden daarvoor leer je in 2.5. Welkom bij de 2.5 Biocast en die gaat over kringlopen. We gaan er twee bekijken, maar eerst kijken we nog even naar twee processen die heel veel op elkaar lijken, maar eigenlijk omgekeerd zijn. En die twee processen zijn verbranding en fotosynthese. Links zie je een plantaardige cel, die zie je rechts ook, maar daarnaast zie je een gistcel, een bacteriecel en een dierlijke cel. Plaatjes die je nog wel kent uit hoofdstuk 1. In die plantencel vindt een proces plaats. Water en koolstofdioxide die kunnen onder invloed van licht overgaan in glucose en zuurstof. In alle vier de cellen kunnen glucose en zuurstof met elkaar reageren. En daarbij ontstaat energie en water en koolstofdioxide. En die energie komt daarbij vrij. Voor de rest lijken die processen heel veel op elkaar, alleen zijn ze omgekeerd. Fotosynthese en verbranding. Dat betekent dat er zuurstof gemaakt wordt in de boom, die ingeademd kan worden door de dieren. Die produceren koolstofdioxide, wat weer in de boom vastgelegd kan worden. Ze hebben elkaar nodig, een kringloop. We gaan kijken naar de koolstofkringloop. En koolstof zit in de vorm van koolstofdioxide in de lucht. Dit is de groep van producenten. Dit is de groep van consumenten. Hier herken je ook de reducenten, schimmels en bacteriën. En links onderin, wat zien we daar? Natuurlijk afval. Maar in dat natuurlijke afval zitten ook C-atomen. En die koolstofatomen, die C-atomen gaan we volgen. Er is een zonnetje en wat kon er ook weer plaatsvinden? Fotosynthese. En daar ontstaat glucose, nu in de structuurformule aangegeven. En die boom en die planten, die verbouwen dat een beetje tot eiwitten en zetmeel, etc. Allemaal met C-atomen. Die kunnen gegeten worden door de consumenten. En op een gegeven ogenblik gaan die consumenten dood en vormen ze natuurlijk afval waarin die C-atomen zitten. Maar ook de boom kan doodgaan en vormt dan ook natuurlijk afval met C-atomen erin. De reducenten breken die af en die zorgen dat de CO2 door verbranding weer vrijkomt. Maar je weet nog wel dat het niet alle C-atomen waren, want ook de boom verbrandt en ook vindt verbranding plaats in de consumenten. Hier zie je de koolstofkringloop. Neem goed in je op en zorg dat je die kunt navertellen. We kijken naar de tweede kringloop en die van de stikstof. En stikstof, we kijken eerst weer naar de groepen natuurlijk, de producenten, de consumenten en hier afval rechts, maar geen afval met C-atomen natuurlijk, maar natuurlijk afval met eiwitten. Want in die eiwitten zit de stikstof en die gaan we volgen. De reducenten hier nog en links onderin weer een nieuwe groep, dat is nitraat eigenlijk. En we beginnen bij dat nitraat wat in de bodem zit, die voedingszouten. Die kunnen worden opgenomen door de producenten. Die gebruiken die om de glucose om te zetten tot plantaardige eiwitten. Met daarin de N, de stikstof. En die kan gegeten worden door de consumenten, die komt daarin terecht. Als de consumenten doodgaan, vormen die natuurlijk afval met eiwitten. Maar ook hun urine en feces bijvoorbeeld. En ook de boom die kan doodgaan en vormt dan ook natuurlijk afval. Het natuurlijke afval wordt afgebroken door reducenten en wordt dan nog omgezet in nitraat. En dat kan weer opgenomen worden door de producenten. De tweede kringloop, zorg dat je die ook goed kent. En dan was dit alweer het einde van de 2.5 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.